KPN, Mediamarkt, PayPal en Fox Sports. Partners van de E-divisie. Chicos y chicas, dames en heren, ladies and gentlemen, dit wordt een potje. Dit wordt een aftrap, een hashtag aftrap. Zo noemt Raul Joshua FC Roelie het altijd. Murder Turk, murder tegen Bassie Steentje. Echt, ze zit in de focus, dat wil je niet weten. Dit wordt El Clasico tussen twee klassiekers uit de Nederlandse rap scene. Nou ja, Bassie Steentje is nog geen klassieker, daar moet hij nog even een paar jaartjes voor door. Maar murder is toch echt wel gewoon een klassico op zichzelf. Murder, Camp Nou? Ja, man. Het virtuele Camp Nou. Ja. Barça. Ja, man. Verrassingen in petto? Qua formatie, qua tactiekjes? Ik ga vooral gewoon mijn best doen. Nee, formatie is gewoon, ik speel 4-4-2. Dat is de Barça-formatie van 2018. Ik wou net zeggen, ja. Tegenwoordig... Ja. En het gaat aardig lekker. Dus ik dacht zoiets van, ja, daar gaan we geen verandering in brengen. Lekker, man. Bassistent, ja, je begrijpt dat dit de pot wordt voor jou, hè? Zeker, zeker. We praten niet te veel, weet je. Nee, ik wou net zeggen, je bent rustig. Zo ken ik je niet. Die focus pakken. Meestal is het meer praten dan FIFA, maar... Ik snap wat je bedoelt met dat te laat reageren. Ja. Kijk, er is al, de spanning is oprecht voelbaar. Ja, man. Oké, let's go. Prettige wedstrijd. Dankjewel. Buen partido. Je bent goed bezig, jongen. Dit is El Clasico. Jullie zijn ook goed bezig, Bassie. Laat het maar even een keertje zien, jongen. Dan komt het allemaal goed. Zo van, ik laat het nooit zien. Precies. Maakt allemaal niet uit. Ik ben zo benieuwd naar Murder. Hij is een Barça-man in hart en nieren. Die Messi moeten we meteen even aanpakken. In Madrid gewoond. Dat vind ik een beetje opmerkelijk. Is heel opmerkelijk, maar hij heeft het verhaal verteld. Ja, als je goed hebt opgelet tijdens de studie-divisie, dan... Dat heb ik zeker gedaan, Koen. Weet je precies weet wat aan de hand is? Aan het beschouwen ben. Hij kan spelen, je merkt het meteen. Murder neemt initiatief. Murder valt aan. Maakt niet uit. Murder. Je weet van Real de counters, hè? Messi, hoekschopje. Op de penalty-stip. Wordt verdedigd, maar blijft hangen. En de lat! Bal op de lat, rebound weggehaald door Bassie Steentje. Dit is goed. En ja, nu zijn we weg. En Bassie zegt op het begin niet te veel praten, maar er is één man die praat. En dat is... VV, Bas, VV, Bassie Steentje, Bas van Velsen, alles in één. Murda is ijzig stil. Hij gaat over lijken. Hij gaat over lijken. Dat is duidelijk. Maar wordt het hier 1-0 Bassie Steentje? Ja, het is 1-0. 1-0 Real. Bassie, die kop. Ja, ik weet niet. Oei, joh. Ik heb gooien. Ik heb die counters gezegd. Ik heb gezegd. Kijk, dit is metaal. Hij zit op de lat en wij maken hem gewoon nee, klopt. Het is het eerste moment dat we de doelman van Barça überhaupt in beeld zien. Maar het is meteen 1-0. Ja, meteen aan het vissen. Een knappe goal. Ja, nee, goede voorzet. Lekker knikkertje. Dat was een knikkoetballetje. Maar Murda liet meteen zien dat hij dit spelletje onder de knie heeft. Dat viel meteen op. Nam initiatief. Valt aan. Hier weer. Nee, Suarez. Niet. Busquets. Oh, jongens, ik voel aan alles dat dit echt een hele lekkere aftrap gaat worden. Come on! Dit is een van de mooiere edities. En Murda, zie die focus. Ik hou nu al van Murda. Hij zit hier gewoon om te winnen. Dat is ook wel een keer lekker. Cornertje, weer gevaarlijk. Komt er nog één aan? Wow. Ja, nieuwe hoekschop. Is wel nep. Murda is een echte. Het is een strijder. Strijder van het eerste uur. Hoekschop weer bij de eerste paal. Weggehaald. En dan kan er weer een countertje komen voor Bassie. Met Benzema. Dat is niet eens de allersnelste, maar met die lange benen komt hij toch een heel eind? Ja, ik denk dat de kwaliteiten van Murda vooral in het aanvallen liggen, zo te zien. Deze counter haalt hij eruit. Wat? Klopt dat Murda vooral aanvallend beest is? Nee, man. Verdedigen is gewoon wel ook anders dan bij PlayStation, man. Oké. Maar we gaan geen excuses maken. Nee, heel goed. Ik heb niet eens zin om je af te leiden, omdat ik gewoon zin heb om te zien waar deze wedstrijd kan eindigen. Ik ga gewoon echt vandaag puur als commentator optreden. Tenzij Bassie me reden geeft om anders te doen. Ik geniet hier. Kijk eens, het positiespel. Daar heeft Murda geen 4-3 voor nodig. Gewoon met het 4-4-2. Oeh, valt er net niet overheen. Modric. Bassie, 4-2-2-2 jij, hè? Zeker. Lijkt aardig op die 4-4-2. Wow, man. Dit is houthakken. Dit is wel een brutale, man. Wow. Umtiti. Soms moet je brutaal zijn, man. Ik hoorde geruchten dat Manchester United Umtiti wil hebben. Ja, ik hoorde dat ook, man. Cornetje wel. Ja, als hij wil gaan, moet hij gaan, toch? Precies. Bij Barça moet je zijn als je daar echt wil spelen. Niemand is groter dan de club, zeggen ze dan. Ja, behalve bij Real, toch? Bassie, ben je aan het genieten? Zeker. Goed zo, jongen. Goed bezig. Tuurlijk. Kijk, twee man lokken. Lok zo, man. Aardig op het voorzetje aan het spelen, Bassie. Maar nu toch een keer de bal de 16 in. Kroos. Maar hoe zit dat met verdedigen dan, jongens?
Het is in principe precies hetzelfde. Nee, helemaal niet hoor. Heb je goed gekeken of je knoppen goed staan, zeg maar? Met klassiek of met alternatief? Ja, heb ik goed gedaan. Het is allemaal goed ingesteld van tevoren, man. Nee, oké, dan zou het niet anders moeten zijn. Nee, dan zou het goed moeten zijn. Het is in principe gewoon hetzelfde. Suarez, gevaarlijk balletje. Ja, weet je wat het ook is, Morda? Bassi speelt zo raar dat je dus daardoor het gevoel hebt dat je niet goed verdedigt. Maar hij doet gewoon zulke gekke dingen. Vooraan, jongen. Cornetje wat nog? Een blok, nog? Wat ja. Een blok. Ja, ik weet niet of jullie dat thuis horen, maar Simon vanuit de zaal. Kom alles even bij, Simon. Mag allemaal. Hij zegt of Real Madrid is gewoon beter. Dit is een kopballetje. Bassi stand vooralsnog. Nog steeds 1-0 voor. Het was wel hoekschop nummer 4 of 5 al van Barça. Scheids, dit is toch niet normaal. Wat scheids, man. Ronaldo, man. Die kan niet Ronaldo zo neerhalen. Tuurlijk wel. Nee. Oh. Doen andere mannen ook dagelijks. Klasse in balbezit gebleven door Messi. Wat? Wat is dit dan? Even serieus? Dat is de actie van Coutinho die hij sowieso niet had vergeten vandaag. Oh. Ousmane Dembele. Kijk eens. Wordt opgeklapt door Real Madrid. En dit wordt een grote kans. Ronaldo op links. Zo, wat een tackle. Van Oh, dit! En dan steeds 1-0 achter. Dat is wel gek. Ja, maar die goal, dat is het enige wat je hebt gedaan. Nee. Kijk, ik snap, mensen nu worden agressief. Xbox vallen, dit, dat. Dat is het enige wat je hebt gedaan. Heel 7 schoten tegen 3. Murda, hoe grote fan ben je van Arda Turan eigenlijk? Groot, man. Hele grote fan van Arda Turan. Moet wel, ja. Niet helemaal geslaagd daar, hè? Jammer, hè? Ja. Ja. Maar hij mocht eerst half jou niet spelen, toch? Klopt. Dat klopt? Is maar dat ja, is veel te veel concurrentie, bro. Ja. Fenomeen in Turkije, hè? Echt een legende. Ja, maar bij Atletico Madrid ook. Ja, zeker. Zeker. Vaste waarde. Heb je in Turkije een voorkeur? Wat zeg je? Heb je in Turkije een voorkeur voor een club? Galatasaray. Ja, ja. Cimbom. Galla. Zeker, man. Ook daar is hij een legende, natuurlijk. Ja, man. Ja, daar komt hij van. Wat dat betreft is hij wel een... Een soort rode lijn in jouw leven lijkt het wel, Arda. Ja, man. Onze Spartaan. Hier, kijk eens. Oeh. Bal veroverd op de helft van Bassi, maar... Kan niet worden geprofiteerd. Hé, hey, Bassi. Met een Jovinko-turntje heeft hem nog meegekregen. Ook die bal met Gerrit Bill. Bassi, jij rent zoveel met de bal. Een beetje postbodevoetbal is het. Stil is. Stil is, oké. Okay. Buitenspel. Binnen de lijnen blijven, jongen. Nee, er was één bal die viel net ook buiten de lijn. Dat was over de achterlijn, in de goal. Oh. Murda, gevaarlijke aanval. Messi, Suarez. Met rechts, met links, met rechts. Nog één keer meegeven. Dit is een schitterende goal. Ik kan niet anders zeggen. Oh, dit is een schitterende goal van Murda. Oh, dit. Mens Donovan. Messi. Wissel aan de kant van Messi. Ik ga zeker niet laten wisselen. Je moet me niet afleiden, Simon. We gaan zeker niet wisselen. Simon, we gaan zeker niet wisselen. Dit is gênant. Murda zegt dat hij moet wisselen. Nee, ik wil even deze wedstrijd. Maar ik zie hem wandelen en heet dat hij bal afgeven. Mijn hoofd is nu heet. Je weet niet eens wat Pasen is. Nee, wel. Dat was gisteren. Welke knop is Pasen? Gisteren, tweede kerstdag. Paasdag, wat was het? Kijk, daar gaan we. Kom even bij jou, Simon. Zo, je moet me niet zo. Kom maar hier, Simon. Simon, jouw kans komt straks. Maar dit is inderdaad pijnlijk genaam. Om te zien. Pijnlijk om te zien. Bassi, gaat hij dit weer doen? Doe het nou een keer simpel. Gewoon die bal erin. Yeah. Laat me met rust. Makkelijk verdedigd door Rakitic. Ja, tuurlijk makkelijk verdedigd. Je voelt dat Murda het heeft steeds. Murda kijkt niet eens meer naar het scherm. Even geen handen heeft. Oh, Isco! Isco! Oh, jongens. Was een kansje. Penna. Nee, joh, hoe dan? Wel terecht. Coutinho. Kijk, dat is die actie van Coutinho die we vanavond niet meer gaan vergeten. Als je zo wil winnen, is prima. Wat doe je? Wat doe je? Ik doe niks. Ik ben gewoon aan het verdedigen, broer. Ik druk gewoon op X. Laat die halen. Huh? Oh, wow. Ja, niks. Wow, wat rood. Is dat dan? Het is gewoon rood. Bro. Het is gewoon rood. Als je deze scoort, ben je geen man, broer. Schiet hem niet om. Zo! Maakt niet uit. Ik heb dat niet nodig. Ik heb dat niet nodig. Zo. Maar dat was wel die actie. Je laat je nu gewoon. Dat was wel die actie van Coutinho die wij niet gaan vergeten, waarschijnlijk. Dat was die, toch? Nee, maar eerlijk, vond je dat een penalty? Nee, maar ja, je moet niet te veel die buttons mee spammen. Dat was button spamming. Oh. En als er dan iemand tegenaan loopt, ja, dat is niet sterk. Nou gaat hij nat, hè. Nou gaat hij nat. Bas hier nog een half uurtje. Als Bas controle af had gegeven, als ik ten onder ga, ga ik als een mat eronder. Maakt niet uit.
Kijk, niks aan de hand, man. Overtreding. Ach, het is vrije trap. Verdient door Messi. Het is 1,60 meter. Wat is dit? Hij loopt er tegenaan. Dat is de beste speler in de wereld, man. Oh, Bassi, respect. Ik heb zeker respect, maar het is gewoon onwaarheid wat hij hier vertelt. Onwaarheid? Onwaarheid. Want? De beste speler die staat in dit team, naar rechts. In nee, dat toch? Is de beste speelster. Kijk, we moeten gewoon... Bas, jij weet dat je tegen deze man een penalty express overschoot, hè? Ja. Ik ga steeds meer spijt krijgen. Nee, ik voelde dit wel aardig vrij trapjes. En dan is het raak hier. Nee! Oh. Wie had er van de lijn? Wie? Beste speler van de wereld. Wie had er van de lijn? Beste speler van de wereld. Ronaldo, ja? Precies. Hoe ging die er niet in dan? Nu zijn we klaar. Gek. Xbox, bro. Glitch. Ja, die goal was iets van 5 meter naast elkaar gewoon open. Open goal. Bas gaat gewoon weer niet winnen. Wauw, man. Dit is echt niet normaal, dit. Grasmaaier. Wauw. Simon Muurda is wel een man. Hij is wel mijn Bassa. Hij haalt toch, joh. Simon, ben jij voor het eerst in je leven pro-Bassi? Ja, dat is een beetje conflicterend. Ja, maar... ja een beetje paradox was in je hoofd. Wel, totdat hij net gewoon een penalty overgeschiet en dat hij zich liet kennen. Hij liet zich intimideren. Alles voor nee, de goal. Nee, zeker niet. Ik wou het sowieso. Dat was geen penalty, man. Dat is gewoon karakter wat hij daar heeft getoond. Ja, dat zou ik ook zeggen. Messi, meegeven. Suarez, wat is hij sterk. Overtreding van Marcelo. Wat? Nee. Overtreding? Wat praat je allemaal, Koen? Koen is echt voor Barca, ik zie het al. Hij ging over de knie, Bassie. Ach, hij zat er gewoon goed tussen. Ik had het niet raar gevonden, was de scheids hier gewoon verfloot. Nee. Maar dit, dat gefruts. Schiet die bal er gewoon in. Tegen. Overal behalve tegen die spelers aan, man. Fakka! Gewoon hadden we neergehaald. Kwartiertje nog ondertussen. In toch wel een van de leukste edities van hashtag aftrap. Hashtag aftrap klinkt zo kut, man. Nee, jij zegt het. Ja, Roelie zegt het. Roelie. Noemen we het zo? Roelie is er niet, hè? Ah, het staat er wel. Roelie zit boven, ja. Moet je heel hard roepen. Oh, daar gaat Bas. Ah, hij gaat nu nat. Vier nu man voor de goal. Penalty. Coutinho. Wat een voorzet is dit! Ja, Messi met rechts. Bas gaat gewoon weer niet winnen. Ik schaam me echt kapot gewoon eigenlijk. Maar je... Dat hij Real zoveel schade aan doet. Gewoon het imago van Real Madrid. Die mooie club uit Spanje. Ik denk dat Florentino Perez nog een briefje gaat opsturen naar Amsterdam. Hoi, joh. Ja, gaat hij daar tegen iemand aan staan te dansen. Dat is echt een schande voor de club gewoon. De opening is dit is geen lelijke bal, zeg ik eerlijk. Coutinho. Is hem kwijt, maar Bassi levert hem zo in. Alba, Coutinho, heeft Bas wel een wedstrijd gewonnen in de aftrap? Nee, volgens mij niet. Niet? Oké. Okay. Dat is vader echt poep. Ja, ik schaam me. Ik ben eruit, ik schaam me gewoon. Bassi. Dit dan. Bassi, je moet ervoor, dit man. Dit dan. Jezus Christus. Dit is wel echt heel ziek. Je geeft gewoon dit initiatief weg. Dit is zo gênant. Oh, dit was heel erg, deze bal. Oh, lag helemaal open, man, voorin. Ze willen me zien vallen te gaan. Heeft hij zijn knoppen ingesteld van tevoren? Ik weet het niet. Ja, daar gaat hij. Hey, fucka! Bas, nu of nooit? Kom op, Bassi. Bewijs? Hij kan niks. Ah, nee. Ze willen me te graag zien vallen. Wat is verlenging, toch? Nee, dus dingen mag gelijk. Niet, maar ik wil door, maar dat mag niet. Koen, sluit maar af. Kunnen we goal to goal? Weet ik niet. Maak er een eind Simon, aan. We kunnen goal to goal doen. Nee, je had de golden goal, die schoot je expres over. Klaar. Murda, maak hem maar naar de camera. Gespeeld, bro, maar laten we elkaar voegen op de PlayStation. Ja, maar dat lijkt me wel duidelijk. Ja. Huiskleding, man. Oh, joh, dit kan toch niet. Murda, heb je nog laatste woorden? Ja, maar ik heb wel een paar laatste woorden, je weet toch? Ik ben hier gekomen, Xbox is voor mij een soort van nieuwe terrein, snap je? Maar als je zag wat voor goal ik heb gemaakt, Suarez ging letterlijk wachten. Hey, hij keek zo, hij zei... Kan je nog even... Kan je snap je? Wat deed Coutinho? Wat deed Coutinho? Tegen de lat! Wat deed Coutinho? Gekke actie! Wat deed Coutinho? Hij ging vallen, jouw man struikelt over hem heen en hij krijgt door. Die echte Madrid-actie, snap je? Even tutorial. How to be murder Turk. How to be murder Turk. Daardoor hij viel. Wel karakter dat je die penna hebt gemist. Precies, precies. Dit was het. We hebben genoten. Murda, geweldig gespeeld. Bassi, aardig gespeeld. Dankjewel. Vergeet natuurlijk niet even een videootje te liken. En abonneer je op Eredivisie. Dankjewel. Adios. Ciao. KPN, Mediamarkt, PayPal en Fox Sports, partners van de Eredivisie.